Door de vondst van grote olievoorraden voor de kust van de drie Guyana's vormen deze landen momenteel de nieuwe hotspot van de wereld. De One Basin Three Nations, OBTN, heeft vanmorgen een persconferentie gehouden in verband met een olie- en gasindustrie-seminar dat morgen plaatsvindt. Volgens Harvey Beinaar, olie- en gasexpert van OBTN, is dit seminar van belang voor de Guyana's. Zij moeten namelijk weten hoe zij kunnen inspelen op de huidige en toekomstige offshore olievondsten. Beinaar zegt verder dat bijkans alle lokale en buitenlandse spelers op het gebied van olie aanwezig zullen zijn op het seminar om te bekijken hoe zij kunnen samenwerken. We hebben een aantal onderdelen, wat ik net aangaf, een stukje awareness, mee participeren in de maatschappelijke discussie. En belangrijk is dat ik, wat ik ook gewoon proef binnen bij de Surinaamse ondernemers, van hoe kunnen wij hierin meegaan? Hoe kunnen we hierin mee profiteren van als er straks olie wordt gevonden? Kunnen wij mee te participeren doordat we ook opdrachten krijgen? Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat andere wat ik ook belangrijk vind is die collaboration. Hoe beter die collaboration is, hoe beter het is ook voor je maatschappelijke ontwikkeling. Dus ook voor het bedrijfsleven in Suriname, maar ook in Guyana en Frans Guyana. Het belang van Suriname is dat je op de juiste manier, dus een stille manier, dat je zeg maar de olie-gas revenues die je gaat vinden, als er een fonds is voor offshore, dat je dat op de juiste manier gaat produceren, ontwikkelen en ook beheren namelijk. Dus dat is het belang van Suriname, dat je het op de juiste manier doet. Dus je wilt niet, ze zeggen ook wel, noemen de oil curse, en dat wil je ook wel voorkomen natuurlijk, als je kijkt naar andere landen waar dat het geval is namelijk. Volgens Leopoldo Enriquez, olie- en gasexpert van Aruba, kunnen de lokale bedrijven leren van de grote buitenlandse bedrijven, zodat zij met elke nieuwe technologie kunnen meegaan. Volgens Madewe Patandien, petroleum engineer, maakt het niet uit als er wel of geen olie wordt gevonden in de toekomst. Wat belangrijk is, is de data die daarbij verwerkt wordt. En als je lokale bedrijven nog niet voor rijp zijn, dan duurt het wel even. Dus wat ik even mag ondersteunen, wat in de antwoord van Harvey is, het is ook een kwestie van de lokale bedrijven dat zichzelf even moeten gaan oriënteren in wat eisen, wat vragen die bedrijven bij het tenderen, bij het bidden. En dat is onder andere de procedures, à la ISO 9001, ISO 14001, OSHA's 18000 en oftewel ISO 45001. En je praat over heel veel ISO's voor de elektriciteitsbeveiliging, voor de, alles wat er gebruikt wordt. Die data is geld waard, zeg maar, voor de regio. En ik zie het niet, dat weten die olie- en gasbedrijven ook heel goed. Daarom houden ze het ook 5 jaar geheim. Maar op een gegeven moment zal het gepubliceerd worden en kun je het gebruiken om een regionaal model in kaart te brengen. En daar zou Suriname eigenlijk een rol in kunnen spelen. Dus, je hebt het niet gevonden, maar je hebt wel data. En die data kun je gebruiken bijvoorbeeld voor windparken, ja. Voor renewables. Dus dan weet je in ieder geval hoe de ondergrond daar zit, hoe stabiel het is. Is het geschikt voor mogelijke windmolens, windparken? En daar zit het bedrijf als Shell ook naar te kijken momenteel. Dus het is niet weggegooid. Madewe Patandien, petroleum engineer, en daarvoor Leopoldo Enriquez, olie- en gasexpert van Aruba. Ze spraken vanmorgen tijdens een persconferentie over het belang en de verwachting van het olie-gasindustrie-seminar dat morgen wordt gehouden. De persconferentie is gehouden in het museum-restaurant Bakafoto.